Tijdens een gezamenlijke eredienst zijn eerder deze week 6 actieve leden van de Evangelische Lutherse Kerk in Suriname Elks ingezegend tot liturg. De Lutherse Kerk in Suriname herdacht op zondag 31 oktober jongsleden hervormingsdag met de inwijding van de liturgen. De inwijdingsceremonie voltrok zich in de plaatselijke congregatie van de Martin Lutherkerk te Mottonshoop. Tijdens de eredienst gingen onder meer voor dominee Danielle Dokman en dominee Erwin Halband. Beiden memoreerden in hun preek het doel van de hervormingsdag voor de christelijke gemeenschap in het algemeen en de Lutherse gemeente in het bijzonder. We gedenken hoe God Martin Luther gebruikt heeft om een ommekeer te brengen in zijn samenleving, in zijn gemeenschap. En we bidden dat vandaag ook Gods geest ons mag bemoedigen, sterk mag maken, om zo ook in onze samenlevingen, in onze kerk, die ommekeer te brengen die zo hard nodig is, ook in onze tijd. Op hervormingsdag 1517 spijkerde Martin Luther 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg, Duitsland.